Duschke. Hallo? Ah, Stef, kom maar binnen. Hey, Jill. Hi. Amai. Oh, sorry. Ik wou net een douche nemen. Ik stoor toch niet? Nee. Doet je muur even dicht? Met alle plezier. Ja, normaal doe ik dat liever andersom. Ritsen open doen. Ja, wat zeg ik nu? Zeg, waar is Kim? Niet hier. Waar dan wel? Geen idee. Zou ze nu nog altijd in het schipje zitten? Bel eens, dat weet je het. Heb jij dat nummer? Ja, hier ergens. Dank. Ik zal eens proberen. Madame van Schipke. Wat is daar zo grappig aan? Nee, die is er niet. Dat doet me denken aan de madame van de supermarkt. Hallo, met vers vlees. Hallo, met de droge voeding. Hallo, met de lingerie. Het was Stef om te vragen of we Kim hadden gezien. Ah ja, die is met Koenraad om 6:30 vertrokken, hè? Ja, dat heb ik gezegd. En al bij met een stuk in hun voeten. Hé, jij bent thuis? Ik dacht dat jij naar Koenraad was getrokken. Ik zou daar toch niet blijven slapen. Ik ben niet zoals uw vader. Ik wil je niet per se aan Koenraad koppelen. En daarbij... er bleef al iemand slapen. Kim. Kim? Bij Koen? Ja. Ze lag daarmee een stuk in haar voeten op de sofa. Hij zou niet gewild hebben dat zij in die toestand treedt. Dat zei hij ook. En zij kon niks meer zeggen, dus. Toch een tikkeltje jaloers. Ik? Jaloers? Op Kim? Nee. Dat komt in Koenraad nog niet op van mij te bedriegen. Wat dat betreft is Koen helemaal Louis. Ja, waar hangt die trouwens uit? Een pintje gaan drinken in het schipje. Ik was eerst meegegaan, maar daar viel niks te beleven. En dan laat je die daar zomaar achter? Waarom niet? Ik dacht dat de jonge generatie elkaar veel meer vrij liet dan wij. Enfin, ik heb daar met uw vader nooit problemen over gehad. Nee, dat is juist. Ja, je hebt zo lang in die club kunnen werken zonder dat hij het wist. Dus. Ik vind het nog altijd fantastisch dat daar zo weinig scènes zijn overgemaakt. En ook niet van u. Ik zal ruimdenkend zijn, hè. Dat is ook iets wat ik van onze pa heb. Hoe lang is het geleden dat we zo nog bij elkaar hebben gezeten? Moet jij nu altijd de boekhouding bijhouden van onze romantische momenten? Nee, want die ken ik uit mijn hoofd. De balans is passief. Je hebt gelijk. We kunnen wat meer romantiek gebruiken. Misschien straks. Waarom nu niet?
Ik verwacht nog iemand. Dat meen je niet. Ja, ik heb nog één bespreking, maar wees gerust, ik ga het huis niet uit. Wat heb jij nog om middernacht te bespreken? Het is 11:15, kom zeg. Ja, kom Clément. Dit is toch te gek voor woorden. Drink jij niet te veel? Geef me eens één reden waarom ik te weinig zou drinken. Ik heb nu al van alles te weinig. Lydia, vroeger ging ik het huis 's nachts uit voor zaken. Voor zaken? Naar je nachtclub zou je bedoelen? Voor zaken. Die club was er voor zaken. Zaken die het daglicht niet mochten zien. Daarom noemen ze dat ook een nachtclub, Lydia. Ja, Clément. Ik ga slapen. Wacht even. Als ik nu meer en meer mensen ontvang thuis, dan is dat om jou een plezier te doen. En je hebt gelijk, sommigen schuwen het daglicht. Gaat het weer over die Sanchez? Nee, niet Sanchez. Het gaat over de eigenaar van de privéclub. Ongelen? Die heeft die jongen neergeschoten. Juist daarom. Hij is mijn verklaring verschuldigd. Ik kan toch niet dulden dat mijn gezuiverde reputatie opnieuw te grabbel wordt gegooid. Sandra? Wat zit jij nu nog te doen? Werken? Ziet je dat niet? Ik krijg zoveel vrij om naar Marco te gaan, dan wil ik toch wel iets terug doen voor u. Dat is heel tof, maar overdrijf je niet een beetje? Nu voel ik mij al schuldig omdat ik je hier zo alleen laat werken. Hoe was het eigenlijk met Marco? Morgen beslist de raadkamer of hij naar de kamer van beschuldigingstelling of zoiets moet of niet. En hoe schatten zijn kansen in? Redelijk. Dat klinkt niet erg optimistisch. Speculeren heeft toch geen zin. Ben eens benieuwd hoe ze gaan reageren op de zoveelste wijziging van zijn versie. Maar je zei zelf dat hij nu geloofwaardig overkwam. Ik weet het niet. Ik vind het allemaal raar. Heel raar. Werner neergeschoten. Werner die Fernand zou doodgeschoten hebben samen met Marco. Per ongeluk. Misschien pleit dat juist in zijn voordeel. Dat hij de schuld niet helemaal in Werners schoenen schuift. Inge, ik weet echt niet meer wat ik ervan moet denken. Laten we iets gaan drinken. Hè? Dan kunnen we rustig verder praten. Ja, ik moet dit eerst allemaal nog afmaken. Maar dat doe ik morgen wel. Goed dan. We werken eerst dit samen af. En dan gaan we iets gaan drinken, oké? Oké. Kijk, ik was bezig met bestellen van de groenten voor volgende week. Ja. Wat een onwaarschijnlijke klungelaar ben je toch, Ongena. En dan te bedenken dat jij jezelf een professional noemt. Ja, daar heb ik niks aan. Dat soort van gelul. We hebben een probleem. En dat moeten we oplossen. Vergissing. Jij hebt een probleem. Ik niet. Huisregel nummer 1 bij inbraak. Als je op de inbreker schiet, zorg er dan voor dat hij jouw versie van de feiten niet kan tegenspreken. Hij ligt in coma. Lang zal hij het niet merken. Misschien lang genoeg om de politie te vertellen dat jij hem in de val hebt gelokt. Ik? Jij hebt hem erin geluisterd, godverdomme. Is dat mijn dank? Omdat ik in mijn typische mildheid door de vingers zie dat jij mij bestolen hebt? Bestolen? Je weet heel goed wat ik bedoel. Maar ik heb toch maar mooi jou op de hoogte gebracht van het ongewenst bezoek van Peelman. Ik ben loyaal. Ik luister niet langer meer naar jouw gezeik. Ik kan begrijpen dat je geen tijd wil verliezen, wil je uit de cel blijven. Ongena. Ik ga je tegen beter weten in nog een tip meegeven. Hou rekening mee dat de kamer van Peelman wordt bewaakt. Zaak opgelost. Wat zeg ik? 2. Daar ben ik nog niet zo zeker van.
We weten eindelijk wie Philip Sterks van de weg rijdt. En ik heb zo het gevoel dat de raadkamer ons morgen gaat volgen wat Marco betreft. Het been steekt. Het geeft u geen gelijk, jongen. Zeg eens, laat dat been eens amputeren. Er is geen niks aan last mee. Enfin, wat de raadkamer betreft, heb je gelijk. Kaarten van Marco liggen gunstig. Maar voor mij is de zaak nog niet opgelost. Niet in de details, nee. Maar in grote lijnen toch wel. En wat zit hij nu te zeuren? Als de populaire Marco morgen vrijkomt. De underdog. Ja, je gaat scoren bij je vrienden. Ik ben niet in dit vak gestapt om te scoren bij de vrienden, als je dat maar weet. Nee, dat is wel duidelijk. Voilà, klaar. Ging vlot, hè? Ja, dit wel. Denk nu niet aan morgen. Hè? Het zal wel allemaal loslopen. Kom, we zijn weg. Dat gaat ook in de kranten verschijnen. Dat Vernon werd gechanteerd. Sandra, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Ja, maar Marco voelt zich mee verantwoordelijk voor het leven van zijn vader. En voor die zijn dood. Daar kun jij iets aan doen? Als hij vrijkomt... Ja, dan... als hij vrijkomt. Misschien wordt het een assisezaak. Dat kan mijn Marco niet aan. Sinds zijn opsluiting heeft hij nog nooit zo goed voorgestaan. Dus... Als hij in de gevangenis moet blijven... dan zie ik hem nog zelfmoord plegen. Weet hoe de anderen reageren op hem? Hoe ze met hem omspringen? Dat kan ik mij voorstellen. Nee, dat kunt je niet. Ze plagen hem, ze molesteren hem. Er is zelfs poging geweest om hem te verkrachten. In hun ogen is hij de verwende visa papa. En hij zou zijn vader vermoord hebben om die zijn fortuin in te pikken. Dat wordt er over hem gezegd. Zou jij niet beter in je bed kruipen? Nee. Ik ga mijn pikantste kleed aantrekken. Ik ga mijn stuk in mijn voeten zuipen. En ik ga al de mannen hun kop zot maken. Dit is dus echt het allermooiste. En? Wat zeiden ze? Wie? Wie? Kim en Koenraadje. Ik ben daar niet geweest. Hoe, jij bent daar niet... Maar jongen, toch. Uw lief, die blijft slapen bij mijn toekomstige schoonzoon. En jij gaat er niet naartoe. Zeg, Louis, als je het zo erg vindt, waarom gaat je er niet zelf naartoe? Omdat dat begot mijn job niet is. Zou ik wel eens willen weten wat er allemaal gebeurt. Ja, niets neem ik aan. Jij zei toch dat ze er geen geheim van maakte? Maar nee. Kijk, eigenlijk ben ik de schuld. Ik heb tegen Koenraad gezegd dat Kim zo niet naar huis komt met een auto. Voilà. Al goed dat ik me daar niet ben gaan aanstellen. Zeg, Gert, maak een pintje. Geef Louis ook iets. Nee, dat is voor mij. En pak zelf ook iets. En voor mij is het een whisky. Zeg, Louis, bij wie ga je eigenlijk slapen vannacht? Christelle, jongen. Ik ga te voet naar huis. Maar als ik in uw plaats was, ik zou het er toch niet bij laten. Ik zou minstens... Ja, maar wat zet jij? Olie op het vuur te gooien? Olie op het vuur? Ja. De vriend van mijn dochter. Die blijft... En wel, dan moet je dochter dat maar regelen. Het is trouwens allemaal jouw schuld. Wat? Ja, je zat meer in met Jill. Wat? We moeien ons niet met het privéleven van de kwanten. Ah, jij doet dat niet? Het is potverdorie jou. Hé. Hoe zit het? Ik heb zoiets een klant weten uitdrogen. Maar ik heb zoiets van, ik wil me amuseren en ik werk eens maar te verkeerden. Oh nee, het is niet waar. Wist jij dat Alex hier was? Nee. We kunnen ergens anders naartoe gaan. Dag, Alex. Dames. Waren jullie van plan om terug te draaien? Terugdraaien? Ik heb een goed gehoor. Enfin, jullie zijn niet verplicht om erbij te komen, hoor. Maar ik zou het wel leuk vinden. Ik wist met mezelf geen blijf over wat er met Marco gaat gebeuren morgen. En Inge wou mij troosten. Onder vier ogen. En daarom heb je iets aangetrokken wat uw ogen beter doet uitkomen, zeg. We zouden er na ons gesprekje eens goed in vliegen. Ik wou je daar straks trouwens nog bereiken. Ah ja? Maar je had je gsm uitgezet. Ja, er staat een bericht op, zie ik. Niet nu. Straks. Zullen we gaan zitten? Goed. Hallo? Stef?
Ja, kom maar naar boven. Ga weg. Je hebt er niks verloren. Toch wel. En jij zal het me geven. Komt er nog wat van? Of moet ik er een tekeningsje bij maken op uw gezicht? Vertel op. Vertel. Ah, nee. Vertel op. Nee. Wurgie, vertel op. Moet ik hem kop eraf knallen, gast? Nee, niet schieten. Hè? Niet schieten, nee. Afbollen en niet meer terugkomen. Verstaan? Ja. Verstaan? Ja. Dank u. Dank u. Ah, drink je wijn in plaats van water? Mijn vrije tijd gaat in. Wart je daar straks misschien aan het werken? Denken is ook werken. Voor mij toch. En daarvoor had ik een gesprek met de Trooier. De onderzoeksrechter? Hij vindt dat de zaak rond is. Of toch zo goed als. Marco, wordt alles geclasseerd? Sandra, niet te voorbarig. Je hebt mezelf verteld dat de raadkamer morgen beslist. Maar jij zei het niet eens met een onderzoeksrechter, hè? Ik ben het in zoverre met hem eens dat wat voor hem formaliteiten zijn, voor mij grote vraagtekens blijven. Oh, zeg het maar. Als dat nu ligt, dan blijft Marco voor de rest van zijn leven opgesloten. Sandra, je bent niet redelijk en je weet het. Wie is de baas? Wie leidt het onderzoek? De onderzoeksrechter. Jij bent maar de commissaris en eigenlijk bemoeit je met zaken waar je helemaal niks van af weet. Snapt je nu waarom ik afstand hou? En als jij het niet snapt, hè, dan ga ik op mijn strepen staan. En dan nodig ik u morgen uit voor een officieel verhoor. Gaat je mee? Ergens waar het gezelliger is? Sandra, ik wil liever nog wat hier blijven. Oh, gedoe maar. Sandra, wacht. Vertel mij op zijn minst waar je naartoe gaat. Dan kom ik je straks achterna. Waarom vertelt je mij niet gewoon wie die kerel was? Omdat ik niet wil dat je erbij betrokken raakt. Ik ben er al bij betrokken, Jill. Ik heb hem buiten gegooid. Dring nu niet aan, hè. Als blijkt dat ik er vanaf ben, zal ik wel eens wel vertellen. Jij verwijt mij dat ik Werner verdedig. Maar deze kerel, dat is Werner en Gino tegelijkertijd. Hij heeft niemand ontvoerd en hij heeft niemand neergeschoten. Nee, misschien niet. Maar het is een lafaard. En als een lafaard een kans ziet, dan is hij tot alles in staat. Je denkt weer aan drugs, zeker? Zet dat alstublieft uit je hoofd, hè. Of ik ben echt beledigd. Ik ga slapen. Ik dacht dat je al geslapen had bij Konrad. Ja, ik bedoel er niks mee. Stef is hier geweest en... Stef is hier geweest. En waarom vertelt je mij daar niks van? Je hebt mij de kans nog niet gegeven. Zie dat de stop niet afbreekt, hoor. Nee. Oelala. Dat is nog wakker. En dat drinkt nog wijn. Ja. Jij bent niet de enige die hier met een stukje in een frak mag rondlopen, hè? Stukje in een frak? Hoe kom je daarbij? Ja, kom, je weer. En? Nog iets van Koenraad gehoord? Waarom? Wat? Daarom? Allee, je hebt dus gehoord dat Kim bij hem is blijven slapen. Ja, er is me zoiets aan mijn oren gekomen. Het schiet er alleen van dat je er niks tegen doet. Kim had te veel gedronken? Of deed jij misschien dat... Het gaat maar om het principe, Christel. Je moet de melk niet bij de kat zetten. Het is omgekeerd. Ja, natuurlijk. Nee, je moet de kat niet bij de melk zetten. Nee. Ik wil maar zeggen, of Kim nu kat is of melk, maakt niet uit. Voor je het weet heb je prijs. Kom je naar huis om een oos te doen? Onnozel. Gij zegt hoe zat je? Hm? Ja. Zat? Ik? Kom, zeg. Dat gaat goed vooruit. Nog eentje? Nee, dank je. Waarom ben je eigenlijk niet met Sandra meegegaan?
Omdat ik vond dat ze geen gelijk had. En ze was grof tegen jou. Ik kan anders best wel voor mezelf opkomen, hoor. Dat heb ik al gemerkt. Maar ik wou mijn solidariteit betuigen. Zou je graag weten wat ik gezegd heb? Ik zal het je vertellen. Waar zit je nu weer? Ik mis je. Heb je dat zo gezegd? Letterlijk. En na die ik mis je, heb je er nog iets achter gezegd? Wat had je gewild dat erachter kwam? Dat zeg ik niet. Ik ook niet. Ik weet wat je wil horen. Maar omdat jij het niet zegt. En als we het nu eens niet over hetzelfde hebben? Dat risico zal je moeten nemen. Wanneer gaat jij nu eens eindelijk toegeven dat je achter Stef loopt? Maar enfin, dat is zelfs nog niet bij mij opgekomen. Hallo, wie is daar? Stef? Ja, ja, kom maar. Ah, Kim. Eindelijk ontnuchterd. Zeg, jullie zien er allebei zo. Is er iets gebeurd? Ik heb ongewenst bezoek gekregen. Wie? Dat wil ze niet zeggen. Maar je hebt hem wel al gezien, in het schipje. Toch niet die rare vogel die altijd zo naar jou zit te kijken? Ja, de die. En ik vind dat ik het recht heb om te weten wie er mij in mijn eigen kot komt bedreigen. Heeft hij jou bedreigd? Nee, mij niet, maar haar wel. Ja, maar Gilles... Er is niks gebeurd. Ze heeft fantastisch gereageerd. Ik hem? Ze deed alsof haar lippenstift een pistool was. Ja, maar zeg, wat is hier allemaal aan de hand? Dat is toch niet meer normaal, hè? Nee. Dat vind ik ook. Gilles, je moet ons uitleggen wat er aan de hand is. Ja, Gilles. Ik vind dat je ons een uitleg verschuldigd bent. Ik zal mijn spullen pakken en een andere flat zoeken. Ja? En jongen, laat gaan slapen. Ja, Kim, die is hier blijven slapen. Op de sofa? Maar ga ze achterlijk. Mijn kop staat niet naar gezever, hè. Oké? Ja, dan was dat uw kop eigenlijk wel. Dan blijft er eens een schoon griet slapen. Laat jij er nog in een divan liggen. Wat kom jij hier eigenlijk doen, jong? Ik dacht dat wij muzikanten waren. Dat we gingen invliegen. Jij denkt misschien nogal rap van uzelf dat je muzikant bent. Aha. Dat jij zo'n virtuoos bent misschien? Nee, juist niet, nee. Ik heb tenminste nog zelfkritiek. Ik weet dat ik nog heel wat moet leren voordat ik de grote Jan kan gaan uithangen in een of andere studio. Je kunt natuurlijk wachten tot je gepensioneerd bent om een cd op te nemen. Maar ik vrees dat tegen die tijd uw song al lang voorbijgestreefd is. Oh, ga luister. Je zegt toch al uw song, dat valt dan mee? Want jij gaat overal rondbazuinen, hè? Dat jij de drijvende kracht bent. Dat ik alleen maar de punten en de commas mag zetten. Zoiets heb ik nooit gezegd. Nee, misschien niet op die manier, nee. Want dat zijn veel te veel woorden achtereen voor u om te onthouden. Zeg, manneke. Gefrustreerd omdat Kim ook al niet met u naar bed wil? Och, jongen. Jij hebt Sandra naar Cindy gestuurd om uit te vissen... Gaat je daar nu op blijven terugkomen? Als jij achter mijn rug dingen blijft doen, ja. Volgens mij zit er meer achter. Ah ja? Wat? Zeg het, Marco. Jij bent nog altijd jaloers op Cindy. Je probeert haar verdacht te maken bij de politie. Dit pik ik niet. Zoiets moet ik niet laten zeggen. Nee. Oh, nee. Oh, nee, 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 dat is waar. Nee. Nee, alleen Fernand mocht dat. Alleen Fernand mocht Greet uitschelden voor het rot van de straat. Fernand is dood en begraven. Fernand is gecremeerd. Weet je wat dat aan mij is, jongen? Jij hebt te veel vrije tijd. Wat heeft dat ermee te maken? En verstaan jij dat niet?
Dat is een luxe probleem, vrije tijd hebben. Tijd hebben om te zeveren, om u op te winden over van alles en nog wat en ondertussen op uw lui gat te blijven zitten. Wat blief? En van jaloezie gesproken. Jij bent jaloers op een dooie. Op een halve kilo wassen in een vaas. S'avonds gaat je onder uw bed kijken om te zien of de geest van Fernand niet klaar ligt om mij te bespringen. Nu is het genoeg. Oh god, oh god, oh god, oh god. Wat gaat anders doen, hè? Mij ineens slaan? Ja, dat is waar. Als jij het niet kunt halen, dan grijp je naar geweld. Ik was dat vergeten. Je moet mij hieruit halen. Ik moet hier buiten. Wacht nu eens rustig de beslissing van de raadkamer af. Wat denk je? Kom ik vrij? Het zit er dik in dat het een voorlopige invrijheidstelling wordt. Voorlopig? Hoezo voorlopig? Ik meen dat ze zullen oordelen dat je geen gevaar betekent voor de maatschappij. Maar je zult je wel ter beschikking moeten houden. Waarom? Voor verder onderzoek. Ik dacht dat de zaak afgehandeld was. Wie heeft je dat verteld? Niemand. Ik dacht dat gewoon. Nu ze weten dat het winnaar was. Je hebt wel gezegd dat je mee het pistool vasthield toen het schot afging. Ja, maar... Marco, ik ben je advocaat. Geen onderzoeksrechter. Maar je hebt mij evengoed om de tuin geleid. En dat heeft je zaak geen goed gedaan. En daar had ik je voor gewaarschuwd. Jij moet eens... Oké, zegt jij het maar eerst. Sorry. Ik had niet zo mogen uitvallen tegen u. Ja, en ik had dat ook niet mogen zeggen van Kathleen. Oké, dan. Staan we Kit. Kit, tand erover. Als ik wist dat ik alleen met mijn voeten zou spelen. Hè? Enfin, ja, ik zit niet te wachten dat ze met mij naar bed gaat, maar... Het wordt stil aan tijd dat ze het doet. Ah, nee, dat bedoel ik niet. Nee, ik wil maar zeggen... Als ik nu zeker wist dat het alleen maar platonisch kon blijven tussen ons. Dat ik geen vonk kon doen overslaan of zo. Dat zou mij inderdaad frustreren, ja. Wat dat betreft had je dus wel gelijk. Voilà, het zal ze zijn, om in de warmte te springen. Ja, dat zal wel. Is al weg. Kim is vannacht al naar huis gereden. Waarom? Wou je haar iets vragen of zo? Niet aan haar alleen. Als de Marco straks... Allee, laat ons hopen dat hij vrijkomt. Spreken we dan vanavond af in het schipje? Goedemorgen, Sandra. Inge, ik heb me gisteravond zo een klein beetje aangesteld. En je begrijpt het toch? Ik begrijp heel veel, Sandra. En zeker van jou. En ik begin jou heel erg goed te kennen. Het wordt tijd dat jij verandert. Volstaat niet van je fouten in te zien. Je moet eraan werken. Oké. Wat kan ik bijvoorbeeld al doen om gisteravond goed te maken? Dat heeft Alex al gedaan. Heb jij met Alex gisteravond... Ik heb niet met Alex... We hebben elk in ons eigen bed geslapen. Oh, ik begrijp dat niet. Hoe kun je dat zo volhouden? En jij dan? Ik hoor je soms tot hier op je kin kloppen. Zie, doe je het met opzet? Of je het met opzet doet? Ja, vanzelf geraakt dat hier niet proper, hè?
Je wilt mij laten zien dat ik hier niks uitricht, of wat? Niet alleen hier. Laat mij er ook eens iets presteren. Door te stofzuigen bewerkt je niks. Wat wilt jij nu eigenlijk dat ik bewijs? Dat moet je zelf aanvoelen, Frans. Vernon heeft nooit gestofzuigd, dus dat zal het wel niet zijn. Oké, ik ben jaloers gebleven op een hoop assen. Ik vind het gemeen dat je zo over Fernand spreekt. En ik vind het gemeen dat jij je daaraan ergert. Kunt u beter ergeren aan de levende. Ah wel, vind je dat je al genoeg gedaan hebt voor vandaag? Waar kunnen ze me dan nog over ondervragen? De raadkamer. Nee, de onderzoeksrechter. Er zijn zoveel hiaten, onwaarschijnlijkheden. Maar het is niet mijn plicht om hen daarop te wijzen. Welke onwaarschijnlijkheden? Ik denk dat je dat beter weet dan ik. De chronologie van je verhaal. Hoe je Werner bent tegengekomen. Die op zijn beurt op weg was naar Kathleen. Ja, maar dat klopt. Klopt het, Marco? Hopelijk zit de onderzoeksrechter reeds met zijn gedachten bij zijn vakantie. En misschien ziet hij een aantal details over het hoofd. Maar welke details? Maar van de wielen. Die commissaris, die is nooit met vakantie. Uit die hoek kan je een voortgezet onderzoek vrezen. Ik ben gisteren een avond naar een discotheek geweest en ik heb gefuifd dat de stukken ervan afvlogen. En dat heeft je dus gekalmeerd? Ben je nu niet moe? Een beetje, maar ik zou toch niet kunnen slapen hebben. Over 3 kwartier verschijnt Marco voor de raadkamer. En had je niet daar willen zijn? Ik kan dat niet tegen. Dan heb je zo'n hoop verwachtingen en als je dan te horen krijgt... Oh, nee. Jij houdt meer van hem dan je gedacht had, hè? Ben ik bang van wel, ja. Bang van wel? Ja, geef niet toe. Er lopen toch nogal wat stukken rond, hè. Zoals vannacht in die discotheek. Oh, maar uiteindelijk, als het erop aankomt, dat zegt mij dus niks, hè. Mm. Vertel jij nu eens. Je zei dat Alex veel heeft goed gemaakt. Maar als dat niet met seks was, ja, wat was dat dan wel? Hij heeft mijn hand nog eens vastgepakt. En hij is eigenlijk nog eens heel erg lief geweest tegen mij. En heeft mij nog eens uitgelegd waarom hij zo afstandelijk doet. Ergens ben ik daar een beetje de schuld van. Maar nee. Je bent daar helemaal de schuld niet van. Zijn kennissenkring is gewoon heel erg beperkt. En hij heeft zoveel behoefte aan vriendschap. En in zijn vak is sympathie soms een handicap. Ja, dan krijgt hij zo van die ezels over de vloer, zoals ik die hem verwijten dat hij zijn job doet. Of zoals ik die hem verwijten dat hij zijn job niet doet. Ja, maar je ziet elkaar nog toch nu al zo weinig omdat hij met zijn job bezig is. En als we elkaar zien, dan geef ik hem op zijn brood dat hij te weinig met de natuurwinkels bezig is. Heb jij dat gisteravond gedaan? Nee, gelukkig niet. Ah. Ik heb mij kunnen beheersen. Maar ik was bijna over Clément Lendekes begonnen. En over wat dat die allemaal weet, over die farmaceutische maffia en zo. Oei, 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 het is best dat je daarover zwijgt, denk ik. Waarom zeg je dat? Heb je dan ook niet gemerkt dat hij toch een tikkeltje jaloers is op Clément Lendekes? Eerlijk gezegd, die indruk heb ik ook al gehad, ja. Greet vindt toch al dat ik te weinig op rommel let. Weet ze dat je er bent? Misschien dat ze het vermoedt, maar het kan me niet schelen. Nou, maar mij wel. Ik wil geen ruzie met haar. Het zit er toch al tegen. Maar dat is niet de reden waarom ik hier ben. Ik hoop het. Ik zou het niet kunnen uitstaan dat een man de ene vrouw tegen de andere uitspeelt. Maar zo ben ik niet. Ach, verdomme, waarom begrijpt iedereen mij al te verkeerd? Greet denkt dat ik haar wil slaan als ik mijn stem verhef. Geef toe. Als jij je stem verheft. Ja. Ja, dat is waar. Cindy, vertel eens tegen mij wat je tegen Sandra hebt gezegd.
Frans. Ja, wie anders? Ik kom eigenlijk voor jullie beiden. Ah, wat doen? Gewoon eens langs, kijken hoe jullie het maken. Die bijster goed dus. Met Frans wel zeker, nu hij op een goede wijze zit. Waar zit hij dan? Dat zal wel bij Cindy zijn, zeker. Waarom denk je dat? Heeft hij dat tegen u gezegd? Heeft hij zijn koffers gepakt? Och, waarom zou hij? Daar zullen nog wel spullen van hem genoeg liggen. Kom, zij zijn niet aan het overdrijven. Ja, ga zelf eens kijken. Ik durf weten dat hij daar is. Nee, dat doet niet zoiets. Nee, dat is waar. Goeie vrienden, die steunen elkaar door dik en dun. Ik ben niet naar hier gekomen voor dit soort zinloze discussies. Die kan ik thuis zoveel hebben als ik wil. Zo zijn de mannen. Als ze thuis geen gelijk krijgen, dan gaan ze daarover op een ander hun beklag doen. Weet je wat er is? Ik denk dat jij wat weinig gelijk hebt gehad. En wat nog meer is, terecht. Groetjes aan Frans. Geert. Sorry. Koffietje? Dat was lang voordat jij en ik iets met elkaar hadden. Zelfs na zijn dood doet die smeerlap mij zeer. Voor mij was Fernand gewoon een klant als een ander. Van te goedanse soorten. Hij bezoedelt al de vrouwen die ik graag zag. Zie. Het is al lastig genoeg met één vrouw. Dat die smeerlap vanuit zijn graf, of vanuit zijn urne met zijn assen, Greet en Gij door het slijk probeert te halen. Als de chantage aan het licht komt. De gazetten zullen er nogal op springen. Als het aan Alex ligt, zullen die weinig of niks aan de weet komen. Moet ik het allemaal aan Greet gaan vertellen? Die weet nog van niks. Als ik jou was, ik zou gewoon zeggen dat je hier bent geweest. Dat was ik ook van plan. Ik heb haar niks te verbergen. Ik geef toe dat ik jaloers ben. Ik wil Frans niet verliezen. Nee. Maar door altijd maar op Cindy te vitten, gaat je het averechts effect krijgen. Bedoelt je dat jij er ook rekening mee houdt dat hij naar haar teruggaat? Maar nee, dat bedoel ik toch helemaal niet. Huh. Weet je, eigenlijk hoop ik altijd dat je mij gaat tegenspreken als ik zeg dat ik Frans ervan verdenk dat hij mij bedriegt. Jij die hem zo goed kent. Hè? Na al hetgeen dat je mij verteld hebt, is het best mogelijk dat Frans naar Cindy is. Om te weten te komen wat ze achterhoudt. Nee, want dan zou je dat toch vlak af verteld hebben. Eerlijk gezegd, ik heb hem niet echt de kans gegeven om te zeggen waar hij naartoe ging. Maar weet je wat het ook is? Hij loopt mij heel de dag voor de voeten. Ik denk dat hij met zijn energie gewoon geen blijf weet. Mm-hmm. Hij zou eigenlijk iets te doen moeten hebben. Toen hij van Fernand die cafetaria overnam in Gent. Binnen de kortste keer liep er als een trein. Soms denk ik dat hij niet genoeg zelfvertrouwen heeft. Dat hij niet inziet hoe capabel hij wel is. Waarom hoor ik nu niks? Lucy die zou direct bellen als ze nieuws had. Naar u en je zit bij mij. Ja, dank u. Ze zou naar hier bellen, Koen. Ik heb haar gezegd dat jij wel bijna even hard staat te springen om nieuws als ik. Dat is niet eens gelogen. Nou, natuurlijk niet. Je bent toch Marco zijn beste vriend? Je mist hem zelfs zo erg dat je Kim hier aan roes laat uitslapen. Zeg, is dat nu heel Vennebos rondgegaan? Dat is een grapje, Koen. Maar ja, het is wel heel Vennebos rondgegaan. Heeft Stef u nog niet op matje geroepen? Nee, niet echt, nee. Hij is vannacht wel om 12 uur nog langs geweest, want hij zag nog licht branden. Maar Kim die was toen al weg. En dan heeft hij mij nog bedankt omdat ik zo goed voor haar gezorgd heb. Ja, ik dacht dat we kunnen het hem beter zelf gaan vertellen. Hm? Kom. Marco. Oh, Marco. Oh, sorry.
In elk geval, als die kerel hier moest binnenkomen, dan slaag ik hem eruit. Volgens mij durft hij hier niet meer te komen. Je kent hem nog niet. Nee, dat is juist. Jij wil niet dat we hem kennen. Wil er iemand de contactjes zien? Is ze van een natuurwinkel? Ja. Het zijn natuurlijk nog maar proefafdrukken, maar om een idee te hebben... Oh, dat is mooi. Ja? Mag ik eens kijken? Ja. Kijk hier. Amai, moest dat zo sexy? Ja, ze willen mij associëren met de natuurproducten, dus... Jij bent een natuurproduct. Schipke. Marco. Ja! Maar waarom ben je nu zo somber? Omdat het nu pas tot me doordringt, dat Werner... Als hij sterft, dan zal ik me dat nooit vergeven. Ik heb het er ook moeilijk mee. En dat heb ik ook tegen Lindekes gezegd. Ik had die vent nooit om hulp mogen vragen. Ik weet het. Hij heeft het te ver laten gaan, maar... Maar dat heeft hij expres gedaan. Nee, dat geloof ik niet. Zo boosaardig is zelfs Lindekes niet. Marco, wat had je dan gewild? Dat je in de cel moest blijven zitten totdat je een oude vent waard? Ik weet niet of ik hiermee kan leven. Je moet geen schuldgevoelens hebben. Ik ben hier verantwoordelijk voor. Maar dan had ik dit ook niet gewild, natuurlijk. Oh, Marco. Marco, zijn vrij. Dat is nog niet gezegd. Ik ben voorwaardelijk vrij. Ja, als ze erachter komen dat... Verdomme, maar ik had dat pistool vast. Daarover heb je nooit gelogen. Nee,